Wie niet, hè? Iedereen, denk ik wel. En als de helft of 2/3 van Nederland straks zijn rekeningen niet meer kan betalen, vind ik te gek voor woorden. En ik maak me er ernstig zorgen over. Dat vindt al die mensen in de kou moeten zitten straks. Persoonlijk heb ik het geluk dat ik nog een oud contract heb. Heb ik destijds voor 3 jaar vastgezet. Dus dan praat u over het energiecontract. Ja. Ik maak er wel zorgen om me heen. Zie ik wel mensen die echt heel weinig overhouden en niet meer kunnen sparen, zeg maar. Ja, van één kant, misschien is het de enige manier om dit energiebewustzijn een beetje onder de mensen te brengen. Want geld zorgt er wel voor dat mensen wat nauwlettender met hun energieverbruik omgaan. Van de andere kant is het natuurlijk qua internationale oorlogscrisis een ramp. Dat gas wordt afgefakkeld in Finland, terwijl we er hier om verlegen zitten. Maar niet iedereen, om even op uw vorige opmerking terug te komen, niet iedereen woont in een goed geïsoleerd huis. Dat heeft helemaal gelijk in. En kan nauwelijks stookgedrag aanpassen. Nee, en dat is heel wrang. Dus dat zie je ook wel, dat al die subsidiemaatregelen komen vooral bij de mensen met de diepe zakken terecht. Terwijl de mensen die krapper zitten daar niks aan hebben. Dus het is niet alleen een energiecrisisprobleem, maar het is bijna een maatschappelijk sociaal probleem aan het worden. Ja, maar ik ben alleen. En het is voor mij zo heel moeilijk het al is omhoog, maar niet alleen maar voor mij, hè, of voor die andere mensen dan. Ja. En we moesten de prijs een beetje verlagen en niet zo omhoog. Alles gaat omhoog. Verwacht u dat de prijzen de komende tijd nog blijven stijgen? Voor mij wel. Ja, ik weet niet, denk ik wel. Dat is zo blijven. Maar er zijn wel veel mensen die zich daar zorgen om moeten maken. En kunt u een beetje schetsen hoe hun situatie is? Nou, als je gescheiden bent en je hebt 2 kinderen te verzorgen, dan is het toch moeilijk. Als je dan alleen op met een hypotheek zit. Vindt u dat er iets voor deze groep gedaan moet worden? Ik vind het voor wel, ja. Nou ja, op deze leeftijd wel, hè. Want geldt het voor u ook persoonlijk dat u op de kleintjes moet letten? Ja, op het ogenblik wel, ja. 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 Maar ja, als je het dan nog even wilt meedoen, dan kost het altijd geld. En lukt het u een beetje om rond te komen? Om nou, het dat moet ik nog aanwachten, hè? Want dat begint nou. Maar het is natuurlijk wel zo, zij heeft de oorlog meegemaakt. En ze is wel gewend om zuinig te leven. Ja. Hè? Dus zuiniger dan nu kan eigenlijk haast. Het wordt natuurlijk steeds erger. Hè? Kinderen die dus zonder iets te eten naar school gaan, die geen goede schoenen hebben om aan te trekken, maar een slippertje. En die het koud hebben en die thuis het koud hebben. En ouders die er zenuwachtig van worden en steeds minder verdragen kunnen. Hè? Zelfs mensen met een behoorlijk inkomen, die hebben zoveel vaste lasten dat ze nog maar heel weinig te besteden hebben. Nou, dat baart me natuurlijk zorgen. Heel veel. Ik begrijp van u dat de situatie voor iedereen weer anders is. Dat is toch ook zo? Ja. Ja. Niet zozeer, maar wel lichtelijk qua eten en zo en dat soort dingen. Maar ja, het is en blijft alles wat duurder, alles wat moeilijker. Dus ik snap het op zich ook wel. Nederland is een vrije land, dat klopt wel. En dat doet heel veel dingen voor die mensen. Maar ja, het zijn al mensen die het kan, alles nog niet betalen. Niet. Als ik u goed begrijp, dan moet de regering eigenlijk de prijzen bevriezen. Ja. Op hetzelfde niveau houden. Ja, gewoon alles gewoon zo. Ja, hoe lang duurt het? Koud douchen bijvoorbeeld, het kan net zo goed. Ik bedoel, het is zelfs goed voor de bloedsomloop. 1 pansgerecht te maken. Ik denk dat het heel moeilijk wordt. En dat we aan het begin van de recessie staan. Dat vind ik hoor, sommige mensen wel wat roekeloos met hun geld omgaan en uitgeven. En dat ben wij niet gewend, hè. Want ik ken voor de oorlog ook de armoede nog. Ik was 9 jaar dat de Duitsers binnenkwam. Dus ik wil maar zeggen, toen was het ook allemaal wel werkverschaffing en zulke dingen. En dat heeft vandaag de dag niet meer. Je kunt nou je hand maar ophouden. Wat? Ja, en zo ben wij nooit geweest. Nee, maar als het moet, dan kunnen zij toch ook nieuwe dingen leren op het gebied van zuinigheid? Ja, ze kunnen nieuwe dingen, maar die oude gewoontes.
Het is ook zo, hè, maar ja, als je toch ziet dat de terrassen ook nog steeds vol zitten, dan denk ik van ja, ja, je mag misschien ook wel wat sparen voor de toekomst. Nu nog wel. Nu nog wel, ja, daarom. Hè, dus alles kan en alles mag. En we gaan naar festivals en alles is leuk. Ja. En dat hoort er ook bij, maar het moet wel kunnen. Ja. Zouden deze dure tijden wel eens aanleiding kunnen zijn tot een brede bezinning? Nou, dat denk ik dat wel. Hopen we. Ja. Ook wel. Ja. Ja. Ja, dat is ook zo. Dan merk je ook als je dingen niet meer kunt betalen van hoe goed je het uiteindelijk hebt. Dat is gewoon zo. Nou, en wat ik eigenlijk ook goed vind, dat las ik vorige week ook, of dat hoor ik op een radio uit Noord-Holland. Die zegt van nou, de basisproducten ga ik niet verhogen. Ja, terwijl de andere supermarkten ook, nou wat maken ze wel niet een winst met Pasen en met Kerst. Hè? Dan maakt het ons gezellig, kopen we extra dure dingen. En laten zij een stukje van hun winst, ook van de aandeelhouders, gewoon teruggeven aan de gewone mens. Dus een echt sociale supermarkt. Ja. Ik koop alleen maar producten van het seizoen. Ik ga niet frambozen eten met Sinterklaas. En ik koop de spullen van het seizoen. Daar is veel aanbod van. Maar welk advies zou u dan vanuit hetgeen u heeft gezegd aan mensen willen geven? Kijk wat er om je heen groeit en bloeit. En doe daar je voordeel mee wanneer het om eten gaat. Hij gaat dat eten wat nu met grote hoeveelheden in de winkels ligt. Dat is één. Kijk heel goed ook wat je kan missen. He, je moet toch veel laten, want anders dan kom je in de schuldsanering. Wat is belangrijk voor je? Ga daar maar eens goed over nadenken.